voeten weg. Het bestek beslaat ervan. Van mama hoefde ik ook nooit te helpen afwassen. Nogal wie, dus je moeder kookt er nooit. Help me liever. Ja, vanavond generale repetitie. Ik moet oefenen. Dan zet jij die borden maar op de bovenste plank. Dan moet je ook rekken en strekken. Shit, shit, shit. Zet die dingen weg. Want die schoenen zijn geen zak meer waard. Weet je zeker dat het aan de schoenen ligt? Nee, jij dan met je evenwichtstoornis. Ik ben mijn beenspier aan het oprekken voor vanavond. Waarom? Tegenwoordig kan toch in iedere auto de achterbank plat? Voor balletflapdrol, ik heb de hoofdrol. Had de rest griep? Kan ik misschien iets rustiger? Er komt zometeen iemand en die kan ik niet verstaan als er hier twee pubers elkaar in de keuken staan af te maken. Dus als het iets minder kan, graag. Fijn. Bedankt. Is er iets? Als je ooit zelfmoord pleegt, niet aan die stropdas. Zo lullig voor de familie. Het houdt wel mooie vliegen weg. Volgens Margreet was die juist zo modern, lekker opvallend. Ja, dat is hij ook. Als je hem op je rug draait, schijnt hij er aan de voorkant nog doorheen. Ik vind hem wel mooi, pap. Mag ik vanavond de auto lenen? Mijn auto lenen? Je hebt niet eens je rijbewijs. Saskia toch wel? Saskia? Tietjana? Au. Doet die vanavond ook mij dan? Die heeft toch vorige week de auto van de vader in de prak gereden? Nee, ik breng jou zelf wel even. Ook goed. En morgenavond, de grote voorstelling. Die komt toch wel kijken? Heb ik ooit overgeslagen? Doe dan wel die das voor, wil je? Kan ik je zien zitten in het donker? Zie je nou wel, ik loop compleet verschut met die stropdas. Onzin. Dat maakt juist een goede indruk op mevrouw Pasmans. Ja, dat mens is accountant. Kan ik niet beter een pochetje maken van bankafschriften? Ik begrijp je wel. Je bent onzeker. Wat jij nodig hebt is een vrouw die 's ochtends helpt bij het uitzoeken van je kleren. Een vrouw die zegt, dat is een leuke das, doe die maar om. Nou, de laatste keer dat ik een stropdas heb gedragen, dat was op mijn trouwdag. En je weet hoe die is afgelopen. Niet alle vrouwen zijn hetzelfde. Nee, maar zo'n ding heet niet voor niks een stropdas. Sorry, dat is niks persoonlijks. Nou, dat zal ze zijn. Hou nou maar om. Vrouwen zijn nou eenmaal onder de indruk van het uiterlijk. Ja, maar een vrouwelijke accountant is geslachtsloos. Dat is een kruising tussen een slotzuster en een zakjapanner. Je hebt je opdrachtgevers niet voor het uitzoeken. Wanneer onthoud je dat nou eens? Een brochure voor een accountantskantoor. Wat een uitdaging. Schrijf nog liever het telefoonboek over. Laat maar, Trudy. Het is de accountant. Ja, natuurlijk. Die laten we altijd voor de deur staan. Nee, ik bedoel... Ach, mensen. Kan ik jouw das vanavond lenen? Ik heb geen licht op mijn fiets. Ja, hoor. Fred, mag ik je even voorstellen? Mevrouw Pasmans. Goedemiddag. Goedemiddag. Fredje, herken je me niet meer? Lydia van het Rembrandt College. We hebben bij elkaar op school gezeten. Ja. Jos, zie je nou wel? Ik dacht het al. Ik dacht die Fredje Kuitman. Dat is vast Fredje Fruitvlieg van Vier Atheneeën. Fredje Fruitvlieg? Ja, dat leg ik je nog wel eens uit. Ja, jij was dat meisje wat altijd helemaal achteraan zat. Nee. Nee. Jij zat altijd helemaal vooraan. Nee, ook niet. Nee. Waar zat je dan? Ik zat vier havo. Reuze gezellig natuurlijk, allemaal. Maar zullen we toch maar even ter zake komen? Tijd is geld, nietwaar? Ach. Zoals de dichter zegt... Een vlinder telt geen maanden, doch momenten. En heeft tijd genoeg. Heerlijk. Nog even romantisch als altijd. Ah ja, sommige dingen slijten nooit, hè? Wil jij misschien iets drinken? Gin, whisky, bessen ijs? Fred, het is 4:00 in de middag. Klopt. Kopje koffie dan? Margreet, zou jij dat even willen doen? Nou ja. Fijn, dankjewel. Kunnen Lydia en ik een beetje bijbabbelen over vroeger? Greet. Margreet. Margreet, voor mij liever geen koffie. Doe maar een kopje thee. Mij een beetje met koffie?
koffie op en neer laten draven. Dat kan toch niet? Heb je weer last van je spataderen dan? Meneer koffie? Zij liever thee? Bijpraten met een oude schoolvriendin. Hij staat complete dichtbundels te oreren. Is het zo'n stuk dan? Moet ik zien. Je moet constant Fritje. Fritje fruitvlieg. Je hebt vergeten waarom. Wij hebben met biologie proefjes gedaan met fruitvliegjes. Wat voor proefjes? Voortplantingsproefjes. Voortplantingsproefjes? Ja, daar heb jij natuurlijk nog nooit van gehoord. Kikke. Wat een benen. Laat maar die koffie, Margriet. We gaan ergens een hapje eten. Dan kunnen we de opdracht in meer informele sfeer met elkaar bespreken. Oh. Waar gaan we naartoe dan? Lydia en ik bedoel ik. En ik dan? Ik ben jouw agent, ik moet jouw zaken behartigen. Jawel, maar het lijkt me toch beter dat ik het deze keer zelf doe. Hè? We babbelen wat over vroeger en ondertussen haal ik die opdracht binnen. Ben je niet bang dat je voor gek loopt met die das? Helemaal gelijk, ik moet het toegeven. Vrouwen hebben veel meer gevoel voor uiterlijkheden. Ben je wel op tijd om mij naar de Schouwburg te brengen? Oh, ik weet niet of ik dat red. Margriet, zou jij dat willen doen, dan haal ik haar vanavond weer op. Ja. Bedankt. Denk niet op mij met het eten. We gaan naar de Turk. Oei, oei, oei. Oei, oei, oei. Oei, oei, oei. Wat nou oei, oei, oei? Weet ik veel, ik doe de andere na. Ja. Als pap ons trakteert, dan is het uit de muur. Ja, en als hij je vrouw wel aardig vindt, dan neemt hij ermee in het Italiaan. Maar wordt het Turks, dan Oei, oei, oei. Waar hij mij ooit voor gevraagd heeft, is de Chinees. En dan was het zeker ook nog de afhaal Chinees. Fred, nou weet ik nog steeds niet hoeveel tijd je nodig hebt voor mijn brochure. Oh, uurtje op 4, 5, denk ik. Maar ik heb er nogal haast mee. Morgen, morgen. Komt allemaal in orde. Nu is er eerst raki. De nationale drank van Turkije. Tenminste, voor de toeristen. Sterk. 50% alcohol. 50%. Is eigenlijk iets te sterk voor mij. Oh, neem je toch 5 slokjes van 10? De avond wel een beetje in stijl afsluiten, hè? Mm. Nou, eentje dan. En had ik te veel gezegd over mijn favoriete restaurant? Nee hoor, nee. Wist jij trouwens dat de Turkse keuken na de Franse en de Italiaanse de derde plaats inneemt? Dus we hadden vanavond beter naar een Frans of Italiaans restaurant kunnen gaan. Geintje. Geintje, ik heb lekker gegeten. Vooral die soep, die was heerlijk. Dukan Tjurbasi. Turkse bruiloftsoep. Personeel dacht vast dat we net getrouwd waren. Ze keken zo naar ons tafeltje. Ja, maar dat kwam ook wel een klein beetje omdat jij met je stropdas in je bord hing. Ja, ik ben niet zo gewend om een stropdas te dragen. Is jammer. Is heel jammer. Staat heel goed. Heel apart. Even bijtanken? Nee, dank je. Ik moet nog rijden. Nou, moeten. Je kan natuurlijk altijd blijven slapen. Zeg, ben jij voor al jouw klanten zo gastvrij? Nee, ik ben de klanten waarmee ik op hele mooie benen sta. Waarmee ik op goede voet sta. Mooie benen. Hoe kom ik er nou weer bij? Zeg, jij weet er wel raad mee, hè? Kijk maar uit dat je niet afknapt. Nou, paar van die glaasjes. Daar krijg ik juist de energie van. Dan kan ik de hele nacht doorgaan. De hele nacht doorgaan? Meen je dat nou? Ja, ik ben eigenlijk nog steeds een ontembare vulkaan die tot explosieve uitbarstingen kan komen. Nou, dan wil ik wel eens meemaken dan. Daag me niet uit. Liever wel. In dat geval ben ik jouw dienaar en staat tot je beschikking. Daar maak ik dan graag gebruik van. Ik durfde er zelf niet over te beginnen. Nou, begrijp ik.
Ik dacht, iemand die overdag zo keihard werkt, die heeft daar 's nachts geen zin meer in. Nou, voor sommige dingen lever ik graag wat slaap in. Dat noem ik nou nog eens klantvriendelijk. Ja, dan zouden andere reclamebureaus een voorbeeld aan moeten nemen. Maar ja, dan laat ik je nu maar alleen, hè? Alleen? Hoezo alleen? Ja, sorry, Fred, maar ik kan niet 's nachts wakker blijven als jij zit te schrijven. Schrijven? Wat schrijven? De tekst van mijn brochure, natuurlijk. Je wou toch de hele nacht doorgaan, of trek je je nou terug? Ja, nee. Beloofd is beloofd. Mooi. Kom ik het morgen vroeg halen, hè? Ik kom mezelf al uit, hoor. Manon, wat is er met jou gebeurd? Ik dacht dat jij mij zou komen halen. Oh, je ballet, helemaal vergeten. Ik ben in de stromende regen naar huis gelopen, in mijn balletpakje. En bij elke lantaarn stopte wel een auto die me een lift wilde geven. Mooi verschut! Goedemorgen. En is het gelukt? Ja hoor, het is bijna klaar. Ah, mooi. Wie had er ooit gedacht dat Fritje Fruitvlieg voor mij nog eens een hele nacht zou doorwerken? Hm? Ja, voor een goede vriendin doe ik graag iets extra's. Fred, je maakt me verlegen. Pap, mag ik een voorschot op mijn kinderbijslag? Zeg, zou jij niet eens kloppen? Voordat je binnenkomt. Lydia en ik zijn in bespreking. Wat is er? Mijn schoenen zijn helemaal kapot. Ik kan die noppen net zo goed meteen in mijn voeten schroeven. Ja, ik ben tekstschrijver, geen schoenmaker. Goedemorgen. Zo, dat is voor het eerst dat ik jou zo vroeg bezig zie. Ja, Fred heeft de hele nacht voor mij doorgewerkt. Zo. Oh, financieel regelen we dat nog natuurlijk. Tuurlijk. En wie betaalt wie? Fred, kan ik je misschien even onder vier ogen spreken, alsjeblieft? Moet dat nu? Oké, ik kom al. Pap, mijn schoenen. Ja, straks, Peter, straks. En Lydia, ik ben zo terug. Als jij de koppen bij elkaar wil steken, mijn beste. Mijne ligt in die andere kamer. Fred, het lijkt me beter dat ik een ander zoek. Oh, ik wist niet dat jij verkering had. Voor de opdracht, Fredje. Dat accountantsgedoe is niks voor jou. Je kan je creativiteit daar niet in kwijt. Nou, dat valt best mee, hoor. Ik ontdek steeds meer interessante aspecten. Aan de opdrachten van de opdrachtgeefster. Oh, ben je jaloers? Doe niet zo belachelijk. Ik probeer je alleen maar te waarschuwen. Je verwaarloost je gezin. Ach, wat een onzin. Wie zou Manon gisteravond weer ophalen? Oké, dat was ik vergeten. Ik was aan het werk. Tekst schrijven, dat is mijn werk, weet je wel? Midden in de nacht? Dat is service. En hoe ver gaat die service? Ho. Een agent heeft wel recht op een bepaald percentage van mijn inkomsten, maar niet van mijn privéleven. Oh, nou, als jij daar zo over denkt, Fred, dan zoek jij maar een andere agente. Nee, best. Dan regel ik voortaan mijn zaakjes zelf wel. En voor de boekhouding heb ik al iemand. Ja. Een kruising tussen een slotzuster en een zakjapanner. Dat is het zeker, nee. Fredje, Fruitvlieg. Je ziet er sportief uit. Doet je vader nog wat aan sport? Alleen kanaal zwemmen. Zo, dat is niet mis. Ja, 48 kanalen in een halve minuut had hij makkelijk met de afstandsbediening. Oh, op die manier, ja. En voetballen, doet hij dat nog? Voetballen? Mijn vader? Ik krijg dan een dubbele hernia als hij zijn veters moet strikken. Maar hij doet toch zeker nog wel iets aan sport? Nee. Nou ja, we hebben het afgelopen jaar 1 keer gescorst. Squash, zie je nou wel. En hoe ging dat? Duurde maar heel even, want na 5 minuten kreeg hij een keiharde bal achter op zijn rug. Nee, iets lager. Het was meer een hole-in-one. Problemen, Fred? Nee hoor, die ben ik net kwijt. En als jij ook zo vriendelijk zou willen zijn, want Lydia en ik hebben nog een boel te bespreken. Maar mijn schoenen zijn kapot. Ja, die zijn altijd kapot. Ik zou nieuwe krijgen. Ja, maar niet elke week. Moet ik soms op blote voeten spelen? Ik geef deze maand geen gulden meer aan sport uit.
sorry. Het is niet om het geld, maar om het principe natuurlijk. Tuurlijk. Zeg, doe jij zelf nog iets aan sport? Ja, nou of ja, ik sport nog steeds. Oh. Weet je wat ik nou persoonlijk een hele leuke sport vind? Squash. Squash? Oh, squash. Ja, nee, als ik even de kans krijg, sta ik op de baan. Oh ja, nou dan moeten wij binnenkort, zeer binnenkort, eens een balletje gaan slaan. Vind je? Ja, ik heb het natuurlijk wel heel druk. Mooi. Dat is dan afgesproken, hè? Het is alweer zo lang geleden dat ik een hole-in-one heb geslagen. Diepke! Hole-in-one? Is dat bij golf? Wat is er met je haar gebeurd? Heb je op de elektrische stoel gezeten? Ik heb een nieuw kapsel. Dat heb ik toch wel vaker? Ja, 10 jaar geleden nog. Zo zat mijn haar gisteren ook, na een uur in de regen. Ja, sorry nog. Ik was het echt helemaal vergeten. Vanavond ben je toch wel op tijd, hè? Om 8 uur begint de voorstelling. Ja, natuurlijk. Lydia en ik gaan alleen even squashen. Ontroerend hoeveel jij voor je klanten over hebt. De tranen schieten me daarvan in de ogen. Een nieuw trainingspak. Nieuwe schoenen. En ik moet mijn schoenen plakken met tape. Ja, moet je me niet zo vaak in de grond schoppen. Haha. Ik dacht dat jij deze maand geen gulden meer uit zou geven aan sportkleding. Dit zijn representatiekosten. €189,95. Nieuwe shirtsponsor gevonden. Een accountantskantoor. Lydia is een opdrachtgeefster. Dat is puur zakelijk. Volgens Margreet niet. Ach, Margreet had gewoon een van de kuren. Dat gaat wel weer over. Die Lydia houdt jou wel bezig, hè? 'S Nachts laat je niet slapen en overdag niet werken. Mag je nog wel eten? Ik eet nooit voor het sporten. Hoe moet ik dat nou weten? Je sport nooit. Ja, dat zeg ik. Ik eet nooit voor het sporten. Volgens mij heb ik alles. Je hebt het pas 10 keer gecontroleerd. Zitten je schoenen er wel in? Spitsen heet dat. Oké. Okay. Zitten je spitsen er wel in? 6:15. Straks kom ik nog te laat. Had het toch zo beloofd? Sinds je dat mens kent, zegt het helemaal niks. Zeg maar tegen Fred dat ik niet meer terugkom. Nooit meer? Kan ik dat zwart op wit krijgen? Jarenlang heb ik me uitgesloofd van een man. En dan ben ik niet meer nodig. En dat alleen voor een vrouw die stukken knapper is. Precies. Maar als je weg bent, dan waarderen ze je pas. Helemaal mee eens. Dank je wel. Ik haal het nooit meer. Waar blijft die nou? Ja, die zit natuurlijk ergens te slempen met die Del. En zijn maar stroop smeren. Dus een fruitvlieg is gek op. Omkleden, we moeten Saskia nog ophalen. Geen paniek, meisje. Als je vader jou vergeet, breng ik je toch zeker weg? Ze heeft het nu een stuk minder druk. Zou je dat willen doen? Als het moet, haal ik je weer op ook. Al was het alleen maar om Fred te treiteren. Zeg, je denkt toch niet dat ik jaloers ben op die sloerie? Dat denk ik niet alleen, dat weet ik zeker. Ach, kom maar, non, anders kom je nog te laat ook. Wacht even, ik ga ook mee. Jij? Naar ballet? Ja, ik wil dit Tietjana wel eens zien in zo'n strandbakje. Hey. Oh. Zeg, het is net of het water erop blijft zitten. Ja, dat is hele aparte gel. Maak het je makkelijk. Ja. Dan schenk ik even iets te drinken in. Wat zal het zijn? Wijn? Sherry? Of liever iets sterkers? Raak hier misschien? Nee, liever iets fris. Ja. Anders ben ik bang dat ik morgen met een kater wakker word. Wat dacht jij ervan om met een tijger wakker te worden? Manon, wat is er gebeurd?
Ze hebben me naar huis gebracht. Ik ben in de orkestbak gevallen. De orkestbak? Oh jee, de première. Allemaal vergeten. Ik zat steeds te kijken of jij er al was. Nou, toen let ik niet goed op. Verstuikt. Je had het natuurlijk weer te druk. Die Lydia is natuurlijk weer veel belangrijker. Manon, dat is niet eerlijk. Ik ben altijd naar al je voorstellingen geweest. Hè? Zelfs toen jij prinses op de ert speelde, was ik er. Ja, maar toen was ik de ert en nu had ik de hoofdrol en je was er niet. Manon, luister nou, schatje. Schatje? Zeg dan maar tegen die Lydia. Problemen, Fredje? Ja. Manon, mijn dochter, ik ben de balletvoorstelling vergeten. Ach, had je het beloofd dan? Ik heb er nooit overgeslagen en nou had ze de hoofdrol. Dat vergeef ze me nooit. Nou, dan stap ik ook maar eens op. Dan stap ik maar eens op? Hoezo? Waar ga je heen? Naar huis. Je laat me nou toch niet in de steek? Om jou is het allemaal begonnen. Nee, Fredje. Nee. Het is juist allemaal om jou begonnen. Komt deze foto jou bekend voor? Ben jij dat? Nee, ik heb het over dat linkermeisje. Die met die bril en die beugel? Ja. Dat meisje dat zat 4 HAVO en was hopeloos verliefd op een popiopie uit 4 Atheneum. Wat ze ook proberen. Ander kapsel, andere kleren, zag er niet staan. Je bedoelt dat ik... Heeft 1 keer met haar gepraat. Had net een nieuwe brommer. En vroeg of ze een stukje mee wilde rijden. Nou, dat wou ze wel. En toen zei hij, waar iedereen bij stond, wil jij meerijden? Mooi. Ik zorg wel voor het zadel en de teugels, want het paardenbit, dat heb je zelf al. Nou, het meisje met het paardenbit, dat was ik. En die jongen met die brommer. Was ik? Sorry, het spijt me. Ik heb het overleefd, hoor. Maar toen ik hoorde dat jij tekstschrijver was... Toen dacht jij, nou grijp ik mijn kans. Ja. Kon ik je ook eens laten voelen hoe het is als je alles voor iemand over hebt... en dan tot in het diepst van je ziel gekwetst wordt? Het spijt me verschrikkelijk. Hoe kan ik het goed maken? Met mij hoef je niks goed te maken, hoor. Ik heb nog nooit zo genoten. Van je lichtgevende stropdas en je crisiskapsel. Dat gestuntel op die squashbaan. Denk eerst maar eens aan je dochter. Het was niet mijn bedoeling dat anderen hier de dupe van zouden worden. Dat vind ik heel vervelend. Betekent dat ik je nooit meer zie? Nee hoor. Ik werk graag met je samen. Maar geen tijger. Lapjeskat? Dag, Fredje Fruitvlieg. Vergeet niet om je haar heel goed te wassen. Want die gel die ik je gegeven heb, dat is schaatsvet. Oké, ik was fout. Nogmaals, sorry. Ik ben mijn belofte niet nagekomen. Maar hoe vaak gebeurt dat bij jullie? Per dag of per week? Nou, ik ook 1 keertje in de fout. Eigenlijk ging het me niet om dat ballet. Ik baalde ervan dat jij die Lydia belangrijker vond dan mij. Jullie komen altijd op de eerste plaats. Dat weet je toch. Dus volgend jaar kom je weer kijken? Heb ik ooit overgeslagen? Maar wel zonder die stropdas, hè? Ja, zonder stropdas, maar wel met hetzelfde haar. Want het schaatsvet, dat kijk er voorlopig niet uit. Moet ik ze allemaal schillen of moet je weer kwatsen? Nee hoor, ik ben voorlopig uitgekwatst. Dus die Lydia zien we niet meer terug? Nee. Het was eigenlijk alleen maar een wraakactie. En eerlijk is eerlijk, ik had het verdiend. Hier, moet je nou zien. Is je andere oog gescheurd? Waarom speel je dan ook niet op je nieuwe? Wauw! Half hoog met schroefnoppen. Heftig. Nou, ik heb mijn trainingspak teruggebracht, maar ik moest er wel iets anders voor nemen. Dag. Allemaal. Hé, hey, Margreet. Ik kom eigenlijk mijn verontschuldigingen aanbieden. Ach, dat is toch helemaal niet nodig? Als je dat nou per se wil. Ik moet me ook helemaal niet met jouw privéleven bemoeien. Nou, ik was ook niet helemaal mezelf. Ik heb ook wat fel gereageerd. Als jij je zo graag in wilt laten pakken door een paar zonnebankbenen... dan moet je dat helemaal zelf weten. Het was een bevlieging. Het is alweer over.
We pasten eigenlijk helemaal niet bij elkaar. De man was er ook op tegen. Man? Was ze getrouwd? Dat leg ik je nog wel eens uit. Onder een etentje misschien? Is dat een uitnodiging? Jawel. We gaan onszelf eens lekker verwennen. Wat dacht jij van de Chinees? De Chinees? Nee, dankjewel. Ga daar maar gezellig alleen naartoe. Heb ik iets verkeerds gezegd? Volgens mij ging ze veel liever naar de Turk. Ja, ik ook, maar die is vandaag gesloten. Wacht even!